We staan hier in het oude centrum van Leeuwarden, vlakbij de Potmargen. Hier achter mij staan twee huisjes aan de Potmargenwal, oude beek, rivier in Leeuwarden. Die huizen zijn nu bewoond, maar toen ik het leerde kennen in 2015, toen was het atelier van de bekende Friese kunstenaar, schilder, beeldhouwer Jensje Popma. En waarom was ik daar in 2015? Omdat in 2015 Jensje Popma besloot dat hij het atelier hier achter mij met al het werk wat erin zat had geschonken aan de stichting Nijkleerster. Nijkleerster was een paar jaar eerder begonnen in Jorwert om daar een plek neer te zetten van stilte en bezinning. Jensje Popma had erover gelezen, gehoord en hij besloot zijn atelier met al het werk wat erin zat aan ons te schenken. We mochten het verkopen. En sinds die tijd ben ik me heel erg gaan verdiepen in het werk van Jensje Popma. We zijn natuurlijk zeer erkentelijk voor die enorme gift die hij aan ons deed. En we leven nu in 2021. En in 2021 is het jaar dat Jensje Popma 100 jaar hoopt te worden. En we hebben als bestuur van de Stichting Nijkleerster besloten om van dit jaar een bijzonder Jensje Popma jaar te maken. En daarom komt er straks een boek uit over het leven en werk van Jensje Popma en een grote tentoonstelling in de Grote Kerk in Leeuwarden. Achter mij is de Hinsterblom te zien, de paardenbloem. En daar hoort nog een heel mooi verhaal bij. De paardenbloem. Het kunstwerk dat Jensje Popma ons geschonken heeft, ons, Nijkleerster, al voordat wij het atelier kregen. Dit was dus al een voorgeschenk, zou je kunnen zeggen. En dit gaat een belangrijke rol spelen in dit Jensje Popma 100 jaar, omdat het ons logo gaat worden. Het is niet alleen maar een kunstwerk, de paardenbloem. Maar het gaat ook meer de kern uitbeelden van wat Nijkleerster betekent. En in 2017, 2018, toen begonnen wij na te denken over het wezen van Nijkleerster. Wat is nou onze why? En daar kregen we een methode voor van Sinek, Simon Sinek, de Golden Circle. Van, die zegt, je moet eigenlijk altijd vanuit het midden denken. En vervolgens gaat de boodschap van je midden, die gaat naar buiten toe. En toen dachten wij, een golden circle, wij hebben onze eigen cirkel. De cirkel van Jensje Popma, de cirkel van Nijkleerster, zoals we het nu noemen, de kring van Nijkleerster. En waarom bestaan we als Nijkleerster? Wij bestaan omdat we ruimte willen maken. Ruimte willen maken in ons bestaan en in onze wereld. Religieus gezien noemen we dat ruimte voor God, maar ook ruimte voor ons mens zijn. Dat is het midden. En alles wat we doen is daaraan gerelateerd. We willen een plek maken van stilte, bezinning en verbinding. Deze vis is het centrum. Van daaruit ontstaat er een kring en ontstaat er nog een kring. En in deze kring hieromheen staan de kernwoorden die belangrijk zijn voor Nijkleerster. Stilte, bezinning, verbinding, pelgrimage, eenvoud, vrede. Allerlei woorden die uit ons innerlijk als het ware boven zijn komen drijven. En de laatste cirkel, dat is wat we doen. Eigenlijk, ja, wat we doen is belangrijk, maar dat is lang zo belangrijk niet dan waar het om gaat. Deze Hinsterblom wordt het logo van Nijkleerster en we zijn Jensje Popma erkentelijk dat hij ons dit kunstwerk geschonken heeft. En zodra Westerhoes klaar is en het veilig is, gaat dit kunstwerk staan bij Westerhoes, het Nijkleerster van Nijkleerster. Ik zou nog even iets vertellen over ons programma van dit jaar. Heel kort. Er komt dus een boek uit. Jensje Popma, kunstenaar met een missie. Dat boek zal eind mei verschijnen, maar is nu al in voorverkoop te krijgen. Alle gegevens daarvan staan op de website van Nijkleerster. En dan komt er natuurlijk een grote tentoonstelling in de Grote Kerk hier in Leeuwarden vanaf 29 mei tot begin oktober. Ik heb al gezegd, Jensje Popma hoopt op 30 september 100 jaar te worden. Dus dat valt in de periode van de tentoonstelling en we gaan dat groots vieren. Dat mogen duidelijk zijn.